even nou. Dan zullen we even op wachten. Dan krijgen we als laatste nog een keer Jonna Stelstra, de Amazone die de leiding nog steeds stevig in handen heeft. Nog een paar in het zet zwaar. Hij zal als laatste hier straks aan de start verschijnen met spelstatus witness. Maar het wachten hoeft niet al te lang te zijn, want ze is al zover, zie ik. Angela Krooswijk en Revino 2. Dat is een ruim ervaren paard van de jaren 1996. Duits gefokt. Het is een zoon van Ron Diamant. Als er geen paarden zouden zijn, George, in deze wereld. Dan was het niks, hè? Dan was het leven zinloos voor Angela. Hè? Nou, niet alleen voor haar. Ik voor ons ook. Nou, ik denk dat ze heel hoog scoort, hoor. Vader Henk heeft, geloof ik, een bepaald ritueel altijd. Die loopt eerst wat weg naar achteren. Dan kijkt hij schuin naar achteren en naar voren. En dan komt hij dat uiteindelijk weer bij. Die leidt echt, hè? Met een lange ei. Ja, maar wel op een goede manier. Ja, op een hele goede manier, ja. Met een paar biertjes maak je Henk altijd blij, dus... Ja, ik heb ook wel eens zonder biertjes heel plezierig zien zijn, hoor. Een man die helemaal leeft ook, hè, daarvoor. Hij zegt, ik heb er helemaal geen verstand van, ik heb daar mensen voor nodig en zo, maar hij geniet er met volle teugen van. Geroutineerd, hè, Angela, die ook daar zag dat het paard even reageerde op dat tafeltje en dat op haar manier oplost. Mooi paard om te zien. Ja. Mooie manier van bewegen ook. En keurig ingetogen gereden. Ze hadden maximale rendement uit, ja, van die schoonheid uit het paard om dat aan ons te laten zien. Veel impuls. Kijk, daar gaat hij, hap. Berg op. Klaut hem eruit, heeft het voorbeen. Ja, die kan rijden, hoor, die meid. Ja. Kijk. Ook op een goede paarden tot er beschikking. Dit is toch ook gewoon mooi om te zien, hè? Ja, als dit geen negens worden, George, wat dan? Dan moet je nog meer laten zien, ja, in de ZZ-zwaar. Echt wel. Ja, haar vader ook eigenaar. Gedeeltelijk van Kigali, hè? Ja, ja. Die is ook nog gedeeltelijk van Henk. Kijk, en je ziet dat paard ook weer aanleg heeft voor dat hoge dressuurwerk ook, hè, wat hierna gaat komen. Paard kan ook makkelijk schakelen, hè? Ja. Je ziet hem ook gelijk snel worden. Toch veel elektriciteit in de benen. Ja, dit is echt een eenheid tussen mens en dier. Het wordt een prachtige combinatie. Een paard mist toch een klein beetje de lossigheid zoals wij die in Nederland hebben. Maar dat compenseert hij natuurlijk ruimschoots door zijn manier van bewegen, ja, over de benen. Ja, absoluut. En over aanleuning gesproken, constante aanleuning. Keurig, hè? Ja. Het hoofd blijft eigenlijk in één positie, wat hij ook doet. Nou, krijgen we het. Dat is goed. Nee, Angela, ook jij niet. Nee. En dat valt me toch tegen van je. Zo, hier ook wat spanning. Ja, dan zijn ze hier in die hoek wat aan het donderjagen. Ja, dan komt er een of andere iemand die daar met, ja, zijn tokootje bezig is en zo. En, ja. Ze zat hem natuurlijk ook behoorlijk achter de broek. Ja. Ja, toch valt me dat tegen. Dat ergert me, dat ze die vier passen achterwaarts niet goed gingen. Heb je dan zo je voorkeuren? Ja, ik heb wel mijn voorkeuren. Ik vind Angela ontzettend leuk om te zien op dat paard. Hij is er zo altijd mee bezig. Ja, maar ze is lekker een meid ook. Ja, zeker. Dat, je gunt het elkaar, hè? We hebben natuurlijk jaren meegemaakt dat hun bij de junioren reden en wij bij de young riders. Ja, dat is de generatie na Lotje, hè? En dan ben je, ja, toch zo'n paar weken met elkaar ben je op pad. En dan merk je wat voor vlees je in de kuip hebt en dan zijn gewoon... prima meid. En prima ouders. Absoluut. Nou, eventjes terughalen. En ja, dit moet ze goed kunnen. Dat kan niet anders. Ja hoor. Ja hoor. Kijk eens. Ja, vind je hem te groot? Ja, ja, is absoluut te groot. Hij is wel mooi gecontroleerd gereden, maar ja, absoluut te groot.
neem niet weg dat hij volgens mij wel heel goed kan, hoor. Ja. Nou, er komt dadelijk nog een keer een pirouette. Zullen we even kijken. Kijk, ik vind het wel leuk, hoor, dat voorbeen. Kijk eens wat mooi. Trekt wel de aandacht, hè, zo op die manier. Ja. Je kijkt dan ietsje minder naar het achterbeen in die galop, maar dat voorbeen was zo mooi. Even de vraag hoe ze die foutjes gaan beoordelen. Ja. Ja. Nou, eens kijken of ze dat halen, nou, iets kleiner doet. Voor elkaar. Okay. Ja, we zijn aan het zeuren. Ja, je bent eigenlijk heel kritisch. Ja. Er zou nog iets meer gezet kunnen zijn. Hier wordt ook nog wat spanning hier ook iets. Oeps. Ja. Maar ja, ze douwt hem er toch wel doorheen. Nou, ze hebben het goed opgelost, hoor. Ik bedoel, ja, daar heb je mee te maken met die spanning. Ja, maar nu als het gaat over plaats 1 en 2. Jonas Schelstraat deed dat niet, hè? Dat zou juist dat soort hele kleine dingetjes het onderscheid kunnen uitmaken. Ik ben benieuwd wat de jury doet met deze proef. Ik vond het heel leuk om te zien. Ja, en complimenten zeker. Voor Angela. Reclame voor de stal van Balen. Dat is net ietsje onder zit, denk ik. Onder Jan Schelstraat. Dat is een opstanding van Ernst Roo Diamant.